Stans, allereerst gefeliciteerd natuurlijk met de overwinning hier in Enschede. Ja, hiervoor zit je op voetbal. 30.000 mensen. Ja, dat is heerlijk. Ja. Ja, je leeft er eigenlijk al iets langer naartoe. Naar zo'n wedstrijd, omdat je weet dat hij leeft bij de supporters. Hij komt binnen een uur is hij uitverkocht voor mij het uitvak met 1000 man. Ja, en hier leef je voor natuurlijk. 30.000 man, heerlijke wedstrijd. Ook nog eens de nummer 2 tegen de nummer 3. Ja, dat is heerlijk, man. Ja, het was een topper op papier, topper buiten de lijnen. Het leeft in Deventer, het leeft in Enschede. En werd het op het veld ook een topper? Qua spel misschien niet. Van onze kant denk ik dat wij eerste helft wel redelijk tussen de linies kwamen en voetbalden. Tweede helft nauwelijks tot niet gevoetbald. Maar ja goed, we hebben ook een ploeg die daar op de resultaat kan spelen. Dus een topper, ja tuurlijk, het is een topper omdat er strijd in zit, er zit passie in. Er wordt gevochten voor elke meter. Maar voetballend gezien, misschien hoort het ook wel een beetje bij sommige toppers dat het voetballen niet goed is, maar de strijd en de passie er wel is. Je komt natuurlijk op een heel goed moment op die 1-0 voorsprong. Fout, Baksje en Navratil straffen dat goed af. Ja, hoe ga je dan, hoe zit je in de kleedkamer? Wat zeg je dan tegen elkaar? Ja, heerlijk natuurlijk. Je zit met de adrenaline stoot in de kleedkamer. Alleen ik denk dat we hem daar 5 minuten daarvoor moeten wij hem maken. Die drommel er volgens mij nog uittikt. Dat Jaro schuin 1-op-1 om te keeper komt met een goede aanval. Dus uiteindelijk zie ik het een beetje dat we beloond worden voor die actie. Nog door dat foutje van Ricardinho. En natuurlijk, dan zit je vol in de emotie en vol in de adrenaline zit je in de kleedkamer. Want het was voor mij echt een halve minuut voor rust. Maar ja, je moet ook wel natuurlijk alweer het plannetje voor de tweede helft. Want ja, je weet ze gaan komen. Als het zo blijft staan, dan staan ze op 6 punten. Ja, en dat willen ze niet. En dan gaan ze een beetje mor op de tribune. Ja, daar moeten wij slim mee omgaan. Dat hebben we gelukkig gedaan. Ja, dan kom je dus die kleedkamer uit. En wat me dan opvalt, dat zijn twee dingen. Twente gaat drukken. Wij brengen ze zelf in die stelling, verliezen vaak de bal en we liggen heel vaak op de grond. Was het veld zo glad? Ja, ik vond het echt een heel matig veld. Als je kijkt naar de club, grote club, zeker misschien wel de grootste club in onze afdeling. En het veld zit er echt heel slecht bij. Er ligt heel veel zand op, het is zacht, maar dat niet echt geregend. Dus een vage grasmat, maar ik denk niet dat ermee te maken had. Ik denk dat het ook wel een beetje met vermoeidheid te maken had, dat je ook wel eens uitgaat. Oké, maar goed dan. Breng je wel Twente elke keer in balbezit. Je komt bijna weer van het doel af. Tweede helft creëer je eigenlijk helemaal niks meer. Hoe sta je dan in het veld? Wat zeg je dan tegen elkaar? Ja, blijven gaan en zorgen dat je elke meter voor elkaar blijft werken. En natuurlijk wil je liever de langere bal in bezit hebben. Maar ja, die wedstrijd zit er ook wel eens bij. En als je nog eens rood pakt, dan word je man met je rug tegen de muur gezet. En dat verwacht je hier ook. Ja, ik denk dat het een goed leermoment is dat wij uiteindelijk dit kunnen. En dit kunnen blijven opbrengen, want het is niet makkelijk. Met die werklust zit het wel goed, hè? Nee, maar dat zit dit jaar altijd wel goed bij ons. Het moet soms wat beter aan de bal. En dan kan je jezelf veel makkelijker maken. Want als je nu veel beter aan de bal bent, dan rust je uit. Ja, en dan kan je wat meer gas geven verdedigend. En nu is het eigenlijk de hele tijd zit je met je adem tot in je keel. Ja, dan maak je het jezelf lastig. Ja, dan win je uiteindelijk met 1-0. En dan is die ontlading groot. En dan hoor ik hier termen, ja, door het oog van de naald, de billen knijpen. Maar er kwam ook een groot gejuich uit die kleedkamer. Heb ik dat verkeerd gehoord? Ja, het zal me letterlijk echt allemaal een borst wezen of het terecht is of niet terecht. We hebben ze op 6 punten gezet, dat was onze doelstelling van tevoren. Ik vind het ook moeilijk om te zeggen of terecht, maar dat zou me echt worst wezen. Er kwam heel veel gejuich uit, we zijn extra blij. Want we hebben ook nog eens niet alleen onze concurrent, maar ook misschien wel een klein rivaaltje een tikkie gegeven. Dit tikkie gaat nog even nadreunen bij hun. Laat maar kijken wat ze ermee gaan doen volgende week. Hun gaat het nadreunen, bij ons gaat het weer wat, geeft weer wat meer vertrouwen. Ja, vertrouwen, maar ook wel weer wat meer scherpte. Want ik vind dat wij de tweede helft beter moeten. We hebben vorige 2 weken hebben wij niet goed aan de bal gepresteerd. Hadden we eigenlijk 90% de bal misschien wel, maar hebben we niet gepresteerd. En nu ook tweede helft. Dus ja, wij moeten daar keihard aan werken. Weer beide beentjes op de grond. En zorgen dat we ze nog een groter gat naar hun slaan. Dit was op papier een topper. Nou, dan heb je volgende week op papier weer een topper. Ja, zeker, want zij melden zich in de top 5 volgens mij na gisteren. Want ik heb ze gisteren zien spelen. Stug ploegje, 5 achterop, veel uit de omschakeling. En ja, we hoeven niet onder stoel of bank te steken dat ook wel een stukje zwakte bij ons nog ligt. Als wij lekker aan de bal zijn en dan met snelheid in de rug van onze laatste linie. Ja, en ik denk dat wij daar ons goed tegen moeten wapenen. Maar goed, daar hebben we, 4-5 dagen voor om ons daarop voor te bereiden. En het is bij ons thuis. En we gaan zo meteen eerst een feestje vieren met onze supporters. En die gaan we gebruiken vrijdag dat feestje om een gekhuis te maken in Adelaarshorst. Ik wens je heel veel succes, maar vanavond vooral heel veel plezier. Ja, dankjewel. Dat gaat wel lukken. Dankjewel.